Oh, dat waren de categorieën waar de mensen thuis ook op kunnen stemmen. Maar als uitsmijter vragen we jou ook naar je favoriete televisieprogramma. Ja. Het is een fragment uit een programma, werd geloof ik gepresenteerd door Philip Frederiks. Ja. En de serie heette De Tijd Stond Even Stil. En die had verschillende onderwerpen uit het verleden aan de orde. Zoals nu andere tijden, zal ik maar zeggen. Maar toen werd er gekozen voor de Molukkers. Ja, en toen ik dat keek, en daarom heb ik het opgeroepen. Want ik zeg, ja, is het een meesterwerk voor mij? Het is de eerste keer dat ik ongelooflijk gehuild heb voor de televisie alleen om Indië. En ik heb het weer gezien en ik zat weer helemaal vol, maar nu niet hopelijk. Nou, laten we het proberen. Ja. We gaan eerst kijken naar een inleiding van het geheel, een soort overzicht over waar de kwestie over gaat. Ja, het eindigde met Molukse jongeren die de ambassade van Indonesië in Wassenaar bezet hielden voor een korte tijd. En er toen uit werden gehaald. Je zei, ik heb zelden zo gehaald bij een televisieprogramma. Wat is je persoonlijke link dat het je zo aangrijpt? Nou, de eerste emotie is, deze mensen zijn besodemieters. De Molukkers. Mijn vader was ook een kniller. En al die mensen die uit die kolonie zijn verdreven, uit hun tuin zijn gejaagd. Die hebben het gevoel gehad dat ze in Nederland onbegrepen werden. Als ze soldaat waren, beroepssoldaat werden, kregen ze een soldij niet doorbetaald in de oorlog, wat de Nederlandse soldaten wel kregen. Ze moesten hier opnieuw beginnen, ze hadden niks, maar ze werden wel uitgemaakt na de oorlog, toen alles nog op de bon was voor dubbele bonnenvreters. Ze werden met de nek aangekeken. Die ontvangst lijkt wel heel goed, omdat ze zo hard gewerkt hebben en gezwegen hebben. En omdat ze hetzelfde geloof hebben. Maar in werkelijkheid is dat een hele pijnlijke ontvangst geweest en een kille ontvangst geweest. Maar bij die Molukkers is het iets heel bijzonders. Want deze mensen hebben eeuwenlang, voor zover dat kan natuurlijk in een volk en dat besef overgedragen wordt, altijd gevochten aan de Nederlandse kant. Er waren de vechtersbazen. De Ambonezen noemden we ze vroeger. Nu is het de Molukkers. En in dit bijzondere geval, de KNIL, het Koninklijk Nederlands Indisch Leger, bestaat voor een belangrijk deel uit inheemse militairen, de Molukkers. Na de onafhankelijkheid van Indonesië zat Nederland erg in zijn maag met deze groep, want wat moet je ermee aan? Ze konden zich laten inlijven bij het Indonesische leger, maar dan hadden ze tegen ze gevochten. Ze zijn altijd de moordenaars geweest voor de Nederlandse regering. Ze hebben altijd gevochten tegen de mensen die nog Indonesiër moesten worden. En niet zo'n klein beetje, echt over de kleewang gejaagd. En daarvoor de prachtige medailles ontvangen. Wij bouwden op hen. Of dus ze gaan in laten lijven bij het Indonesische leger, of zich laten demobiliseren. En dat mocht dan op de plaats die ze zelf zouden uitkiezen. En wat was de plaats die ze allemaal uitkozen? Dat was de Molukken, waar ze vandaan kwamen, Ambon. Maar dat had zich net uitgeroepen tot de onafhankelijke republiek der Zuid-Molukken. Dus niet erkend. Konden ze ook niet terecht. Daar konden ze ook niet terecht. En toen zat Nederland met ze in zijn maag. Toen hebben ze die mensen het bevel gekregen naar Nederland te komen, tijdelijk. Dus gingen ze niet in huizen wonen, maar in kampementen. Die kampementen waren er. Dat waren de voormalige concentratiekampen, Westerbork, Vught. Ze weigerden Nederlands te leren, want we zijn hier tijdelijk. Nederlands leren was zelfs in zekere zin een capitulatie, want dan blijven we dus. Ze hebben hun kinderen volgestoomd met dat ideaal van die onafhankelijke republiek. En ze zijn een slachtoffer van allerlei diplomatiek gekonkel en valse beloftes. Dus ik heb het
ontzettend met ze te doen. En ik begrijp die boosheid. En vooral die kneuzingen van die mannen. Ja. Laten we gaan kijken naar een van die knielmensen die in het programma optrad om te vertellen waarom hij begrip had voor de Molukse jongeren die uiteindelijk natuurlijk met min of meer terroristische acties hun doel wilden bereiken. Ja. Maar deze man begreep dat. Ja. Dat is het knieluniform wat u draagt? Dat is knieluniform, ja, toen die tijd. Ja. En waarom heeft u dat nu aan? Ik heb aan totdat ik in Molukken zijn. Die land van herkomst. Omdat de Nederlandse regering ons belediging. Met de recht en vrijheid van de Molukken. Onze kinderen worden vermoord door de Nederlandse regering. Onze kinderen worden in de gevangenen. Ja? Een politieke groep met de gewapende. Dat is een politiek. Maar de Nederlandse regering denkt, ja, die Ambonezen is dom zijn. Dat is 43 jaar is dat de gringen voor ons Ambonezen in Nederland. Hoor. Wij willen ook pikten. Als wij pikten voor Nederland, dat wij pikten tegen Nederland ook. Op wie dan ook. Als ik naar Japan alleen ben geweest om de Japanen te vermoorden. Als wij kan de Japanen vermoorden voor Nederland. Hè? Waarom wij kan niet Nederlanden vermoorden voor onze recht en vrijheid? God, pardon jou. Dat is helemaal niet mooi, joh. Ik voel me helemaal leeg. Omdat ik 43 jaar in Nederland zoals politieke gevangenen. Ja? Onze kinderen hier zo. En Nederland vergeten. Hè? Dat wij ons altijd maar goed gedrag in Indonesië van Nederland. En dan nou, Nederland hebben alleen maar stroomhijven. Aan iedere Ambonese met zijn kinderen. Hey. Godverdorie nou. Dus, ik ken niet dat mijn vader een Ambonese was. Die was een zogenaamde Indo. Maar mijn moeders eerste echtgenoot had een Ambonese achtergrond. En ja, die boosheid die dat... En dat je ook kiest voor die Nederlanders die goddomme niet in hebben gezien dat er een volk was dat onafhankelijkheid streeft. En dat je een deel van die bevolking zo ideologisch doordezend dat ze aan jouw kant staan en alle nationalistische sympathieën met de kleewang de knop indrukken. Dus die zijn ook slachtoffers van de geschiedenis, aan de verkeerde kant van de geschiedenis gestaan. Wat we hier zagen, die problematiek, is die eigenlijk nog actueel of is het iets met... Nee, maar het is in die zin actueel dat je ziet... We hebben terroristen met ideologische idealen. Wat is er in die koppen gevaren? Dat interesseert mij. Ik wil altijd weten waarom doet iemand. Niet dat ik het daarmee vergoelijk, maar ik wil dat kwaad in de ogen kijken. En dat interesseert mij. Dat interesseert me als amorele schrijver. Dankjewel.